Adviseur daar, opgeleid als historica en bovendien communicatiekundige. Deed eerder filmprojecten over de Tweede Wereldoorlog. En nu dus over molens als projectleider. Marloes Wellenberg. Hallo. Ja, we kunnen jou horen hartstikke goed. Ja. Was je, voordat je met dit project begon, al eens in een molen geweest? Misschien één of hooguit twee keer, maar eigenlijk maar heel weinig. En inmiddels ben ik ook een beetje besmet met het molenvirus, dus En hoe uitzicht die besmetting? Nou, dat als je ergens voorbij fietst of ergens komt waar je nog niet eerder geweest bent, en je ziet een molen aan de horizon, dat je dan denkt van, hé, daar gaan we even kijken. Ja, dat is een symptoom van dat virus, dat altijd als je langs een molen fietst, er even naar binnen wil sneaken. Nou ja, dat kan niet altijd, maar dat je toch eventjes de molen van dichtbij wil zien. Ja, en je werkt samen in dit project met, mag ik wel zeggen, de molenexpert van het erfgoedhuis in ieder geval. En misschien wel van Nederland. Zij is namelijk, naast dat ze eerder voor Schiedamse molens zich inzette en nu bij het erfgoedhuis betrokken is bij dit project van de molenverhalen, is ze ook bestuurslid van de International Molenological Society. Ellen Steendam. Verder geen druk hoor. Ja, hallo Rick. Ja, er zijn heel veel experts op het gebied van molens. Dus ik weet er wel iets van. Maar er zijn velen die ook heel veel weten en heel veel meer weten dan ik. Ja, en hoe werd jij geraakt door molens? Niet fysiek, maar... Nou, ik ben vlakbij twee molens opgegroeid. Dat zijn de molens aan de Kraanse Plas in Rotterdam, in Kralingen. En dat zijn ook snuif- en tabaksmolens. Dat is het, en dat ambacht van de snuiverij, dat is overigens ook immaterieel erfgoed. Staat ook op de lijst. Ja, en vandaag gaan we het met elkaar hebben over hoe zulke verhalen in te zetten om immaterieel erfgoed, wat moet ik zeggen, te borgen, te promoten, te... Ja, inderdaad, borgen, promoten, meer onderzoek. En wat zijn zoal jullie inzichten door dit project? Wat heb je ervan opgestoken? Behalve dat je nog enthousiaster bent geworden over molens, Marloes. En Ellen, je zal vast ook meer kennis hebben opgedaan. Maar vooral ook, wat zijn nieuwe inzichten? Waar wij als erfgoedgemeenschap wat mee kunnen? Nou, misschien, ik noemde het eigenlijk ook al aan het einde van mijn presentatie. Maar wat wij heel bijzonder vonden. We vonden het zelf heel fijn om die gesprekken te hebben met mensen. Maar we merkten ook dat het de mensen zelf veel deed. Dus dat zij ook heel trots waren dat ze hun verhaal konden doen. Kinderen namen contact op met ons. Sommigen zeiden van, nou, we willen eigenlijk nog... we hebben nog lang niet alles verteld. En het bleef ook altijd wel heel erg nagonzen als Marloes en ik een interview hadden gehad. En namen dat echt ook wel mee naar huis. Op een positieve manier, hoor. Maar dat maakte wel indruk. Ja, en dat kinderen naar jullie toe kwamen met de vraag, kunnen we meer vertellen? Of was dat... Kunnen mijn ouders, grootouders meer vertellen? Nou, de kinderen die gaven ook aan van hoe blij hun vader of moeder was om het verhaal te kunnen doen. En soms hadden zij zelf ook wat meer informatie en waren ze zelf ook heel blij. Van hé, nu hebben we dingen gehoord die we eigenlijk ook nog niet zo wisten. Kun je een voorbeeld geven, Marloes? Wij horen bijvoorbeeld veel verhalen over armoede. Dat komt zo in de presentatie nog aan bod. En je hebt best wel ook schrijnende verhalen over hoe het eraan toe ging in de polder. En dat het soms echt lastig was om op te groeien in een arm molenaarsgezin. Ja, dat is wat het jullie in ieder geval als projectleider en medewerker bracht om bezig te zijn met die molenverhalen. Jullie presentatie. Marloes en ik willen jullie graag meenemen in het project Molenverhalen. Ik zie nu even nog niet onze PowerPoint voor mij. De eerste slide. Ja, dankjewel. Wij willen jullie iets vertellen over de achtergrond van dit project. En ook over de eerste resultaten. Het is zo dat wij volgend jaar, dan gaan wij die resultaten ook... wat meer op een grootse manier presenteren. Dus jullie kunnen dit eigenlijk zien meer als een voorproefje wat wij nu vandaag vertellen. Specifiek voor molens hebben wij in 2012 het Molennetwerk Zuid-Holland opgericht. En wij organiseren bijeenkomsten voor specifiek molenaars, moleneigenaren en andere betrokkenen bij molens. Ook voeren wij opdrachten uit. Zo hebben wij
op initiatief van expert Debbie Gerritsen hebben we een inventarisatie gedaan van de molenerven van Kinnendijk. En we hebben die erven geïnventariseerd en gekeken naar wat is er zoal aan opstallen en aan groene elementen. En die inventarisatie die is ook onderdeel geworden van een omgevingsvisie voor het gebied. En dat heeft ons zo geboeid, dat molenerf, dat wij verder zijn gegaan. We hebben een handreiking gemaakt over het molenerf van de Zuid-Hollandse Poldermolen. En het is zo dat in de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan is naar de molen als gebouw, als werktuig. Maar juist die directe omgeving, dat molenerf, dat kreeg die aandacht niet. En ja, terwijl eigenlijk juist dat erf, en zeker van de Poldermolen, veel vertelt. Omdat daar dus ook werd gewoond en in sommige gevallen nog steeds wordt gewoond, zoals op Kinnendijk. In de vorige eeuw zijn veel poldermolens verdwenen of buiten gebruik gesteld. En dat betekent ook dat veel van die elementen op en rond het erf zijn verdwenen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld schuren, de moestuin, die zijn ook niet wettelijk beschermd. En voor het maken van die handreiking zijn we op veel locaties geweest, hebben met molenaars gesproken. En wij merkten dat er nog zoveel kennis en verhalen bij hen was, die eigenlijk nog niet, wat nog niet structureel is ontsloten. Dat wij dachten van, hier moeten we wat mee. En het is ook zo dat die generatie poldermolenaars, wat ook al in het filmpje wordt verteld, die verdwijnt. Die is al grotendeels ook verdwenen. En ook die generatie van die kinderen die zijn opgegroeid, vaak heel primitief, zonder elektriciteit en water. Ook die generatie verdwijnt. En dat was voor ons dus de reden om te starten met dit project Molenverhalen, dus in de vorm van oral history. We hebben 25 interviews leggen we af. En ja, ons doel is dus ook kennis en verhalen op te diepen over leven op en rond de poldermolen. En die kennis die willen we ook graag delen. En we willen ook heel graag anderen aansporen tot verder onderzoek. We nemen de gesprekken op audio. En het wordt ook getranscribeerd. En dat wordt ook na afloop van het project opgenomen in het archief van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En de publieksverhalen, die plaatsen we op onze site. Nu is het zo dat we nog lang eigenlijk met dit onderwerp nog niet klaar zijn. Dus dit najaar kunnen wij een verkenning uitvoeren. En dat is dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. En dat betreft het ontwikkelen van een methodiek voor het doorgeven van kennis binnen de molenaarsgemeenschap en daarbuiten. En dat hebben we nu genoemd het geheugen van de polder. Ja, ik noemde het net al even. Het heeft ons eigenlijk dus, ja, het doel was meer kennis en verhalen, maar het heeft ons dus eigenlijk veel meer gebracht. Niet alleen onszelf, maar eigenlijk ook hebben wij gemerkt dat het de mensen die we hebben geïnterviewd ook heel goed deed. Sommigen die ze eigenlijk nog meer wilden vertellen. Kinderen die na afloop contact met ons opnamen. Dus het heeft het heeft veel meer teweeg gebracht dan we dachten. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Marloes, die zal meer vertellen over de resultaten. Dankjewel Elle. Waar gaan die molenverhalen zoal over? Op de volgende slide staat een overzicht met een paar thema's die vaak aan de orde komen tijdens die gesprekken. En we hebben niet heel veel tijd, dus ik ga jullie de komende minuten een aantal citaten laten zien van mensen die wij geïnterviewd hebben en die allemaal een inkijkje geven in het leven op de poldermolen. Ik geef jullie heel even de tijd om dit even te lezen. Het is een heel mooi citaat van een voormalig beroepsmolenaar over hoe hij eigenlijk zijn vakmanschap bekijkt. Hoe is dat nou om molenaar te zijn? Heel, heel mooi verwoord. Nou is het zo dat sommige molenaars, net zoals deze persoon, zich heel erg identificeren met het molenaarschap. Maar wij spreken ook heel veel mensen die dat heel anders zien. Daar is het volgende voorbeeld een mooi voorbeeld van. Ja, Marloes, dit is een voorbeeld van een citaat wat jullie hebben opgehaald. En bij dit citaat gaat het over poldermolens. En de vraag in de chat die al meteen binnenkwam, Tamara, was? De vraag is, begrijp ik goed dat dit project enkel over poldermolens gaat, Marloes? Ja, of ook bijvoorbeeld over andere korenmolens? Ja.
Nou, dan moet ik wel meteen opbiechten dat wij stiekem ook al een paar korenmolenaars hebben geïnterviewd. Maar we hebben ons wel geconcentreerd op poldermolenaars. En ik kan dat meteen even kort toelichten. Het is echt een apart soort molens. Dat betekent dat waar korenmolenaars eigenlijk gewoon middenstanders zijn, ondernemers, soms heel erg succesvol, waren poldermolenaars in dienst van een polderbestuur. Dus dat ging om boeren in de polder die wilden kunnen boeren en daarom het water goed moesten houden in de polder, wat zij nodig hadden. Daar huurden zij molenaars voor in. Dus molenaars in de polder waren ondergeschikte eigenlijk van de boeren in hun omgeving. Nou ja, dit voorbeeld wat ik even wilde laten zien. Deze persoon die groeide op een molen en die zei van, nou ja, zo moeilijk was het allemaal niet. Bij ons was het zo thuis. Wie er toevallig thuis was, die bediende die molen. Dus weer een hele andere kijk op het molenaarsvak. Volgende citaat. Ja, we kunnen in de chat kunnen we onze reacties op die citaten ook achterlaten. Hè? Zoals al gebeurd. Nou ja, ik vertelde over dat die hiërarchie eigenlijk in de polder. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat als je met een molenaar trouwde als boerendochter, werd dat als ietsje minder gezien. En ja, dat blijft dan echt lang hangen bij mensen. Hè? Dat zie je. Okay. Het volgende voorbeeld is daar ook nog een schrijnender verhaal eigenlijk. Komt dit soort verhalen binnen, horen we Tamara. Vaker. Of een opmerking? Ik weet nog even niet of het ook over molens gaat. Is iemand die zegt, ik zag paling interessant groot in het midden staan. Maar volgens mij gaat dat, denk ik, eerder nog over een eerdere... Ja, dat was de wordcloud waarin paling als een van de eerste associaties. Even kijken, maar er is wel een andere vraag. Wordt er ook onderzoek gedaan naar het onderhoud van de molens door timmerlieden? In het huidige museum De Timmerwerf pleegden de timmerlieden eeuwenlang het onderhoud aan een achttal molens in het Westland. Heel interessant. Ja, we kunnen misschien niet op alles ingaan nu, maar ik zou ook heel graag meer over paling vertellen. Dat speelde echt een centrale rol bij heel veel poldermolenaars. Misschien kunnen we even kijken waar er na afloop van de presentatie nog tijd voor is. Want ja, Frank moet natuurlijk ook... Laten we dan nu de citaten even één voor één langslopen. Ja. Nou, dit was nog een vrij schrijnend verhaal over toch de molenaars die toch een soort van tweederangs burgers in de polder waren. Of zich soms wel zo voelden. De volgende paar citaten gaan over communicatie. Molens die werkten vaak met elkaar samen in de polder. En die moesten dan ook met elkaar communiceren. En er is vaak maar weinig vastgelegd over hoe dat dan precies ging. En dit is een heel mooi voorbeeld van hoe in de praktijk molenaars ook 's avonds laat dus toch met elkaar konden communiceren. Wat ook vaak veel aan bod komt in de interviews, dat zijn tradities en gebruiken. Ik denk dat veel mensen wel eens het begrip kennen, hè, dat je een molen in de rouw kunt zetten of in de vreugd kunt zetten. Maar het grappige is, als je doorvraagt wat dan precies de tradities waren, dan blijken daar heel veel verschillende antwoorden op te komen. En dan blijkt het ook, ja, er zijn allerlei tradities, maar er zijn ook persoonlijke keuzes die mensen doen. Dit is ook een heel leuk voorbeeld waaruit blijkt dat ook tradities gewoon, ook vroeger misschien soms gewoon geld kosten. Die molenaars die vlagden blijkbaar niet voor niets, in ieder geval in Leidschendam. En dit vond ik zelf heel mooi, als laatste citaat, dat er ook nieuwe tradities ontstaan. Dus dat in Alblasserwaard, vroeger was het zo, de molen werd in de rouw of in de vreugd gezet als de buurman was overleden of familie van de molenaar of de molenaar zelf. En hier is dus een nieuw gebruik ontstaan binnen de molenaarsgemeenschap in de Alblasserwaard. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe tradities zich ook blijven ontwikkelen. Dan tot slot. Die was eigenlijk al voor dit najaar gepland, maar Ellen en ik organiseren hopelijk volgend jaar. Toen nog even kijken welke vorm dat dan kan, een bijeenkomst molens en verhalen. Die helemaal gewijd is aan dit onderwerp. En waar ook experts van onder meer de Hollandse Molen, Stichting Molendocumentatie, iets gaan vertellen over hoe je onderzoek kan doen naar molens. Wat we allemaal al weten en wat we allemaal nog niet weten. En dan delen wij ook meer informatie over de methodiek van ons eigen project. Bijvoorbeeld de vragenlijst die wij gebruikt hebben. Dus dank jullie wel. En misschien is er zometeen nog ruimte voor vragen. Maar ik geef nu denk ik even het woord aan Frank van Doren.
Ja, voordat we naar Frank gaan, eerst nog even over de molens zelf. Want in die verhalen komt in ieder geval heel duidelijk naar voren dat jullie er veel meer een sociale, maatschappelijke blik op hebben gekregen, toch? Het is wel zo, die gesprekken gaan over van alles en nog wat. Dus we vragen ook wat voor groenten er in de tuin werd verbouwd. Of er dieren werden gehouden. Maar toch is het heel vaak zo dat in gesprek met mensen juist die sociale en maatschappelijke zaken, hè, zoals die moeder die dan een geitje kreeg in plaats van een kalfje, dat zijn dingen die echt blijven hangen bij mensen. Ja. En waartoe zouden jullie, nu we toch hier met de immaterieel erfgoed of überhaupt erfgoedgemeenschap van Nederland bij elkaar zijn, waartoe zouden jullie ons oproepen? Want jullie hebben die verhalen. Wij zouden het heel erg leuk vinden. Ja, wij zouden het heel erg leuk vinden als nog veel meer mensen onderzoek doen naar molens. Want wat ik ook al zei, we weten nog lang niet alles. Er is nog heel veel te vertellen. En er zijn heel veel molens. Ja, en de vraag is, hoe doe je dat dan? Dat onderzoek, hoe zet je dat op? Jullie zoeken ook naar ideeën daarvoor? Kan, je kunt ons altijd benaderen. Maar zoals ik al vertelde, organiseren wij volgend jaar een bijeenkomst hierover. En gaan we dan ook zeg maar onze vragenlijst delen en met andere experts in gesprek over hoe je nou onderzoek moet doen naar molens. Ja, het grote molenfeest. We weten nog niet helemaal hoe fysiek het wordt, maar groot wordt het wel, een molenfeest. Hartstikke bedankt voor deze molenverhalen en het daarmee levend houden van het immateriële erfgoed van het molenaarschap. Want dat is wat jullie hiermee natuurlijk doen. Marloes Wellenberg en Ellen Steendam. Brabants Historisch Informatiecentrum medewerker uit Den Bosch, die inmiddels is uitgeleend voor dit onderzoek aan Erfgoed Brabant, Frank van Doorn. Dankjewel, Rick. Ja, je bent historicus. Dat was altijd al je roeping. Ja, zeker. Dat heb ik eigenlijk van huis uit meegekregen. Ik ben al vanaf jongs af aan omringd door boeken en verhalen over de oorlog. Dus dat is bij mij echt met paplepel ingegeven. En, dus het ik kon heb, niet anders of je zou geschiedenis gaan studeren. Daarvoor was je voorbestemd. Inderdaad. Ja, wat mij betreft wel. Ik zie het dan ook als een eer dat ik hier mijn beroep van heb mogen maken. En zeker op een onderwerp zoals dit. Ja. Ja, en je hebt voor dit onderzoek, natuurlijk gebaseerd op verhalen, dus precies andersom, hè, waar de molenverhalen nu oproepen tot nieuw onderzoek, heb jij met verhalen van oorlogsslachtoffers en nabestaanden onderzoek gedaan? Ja, klopt. Ja. Inderdaad, voordat ik aan het jodenvervolgingsonderzoek ben begonnen, heb ik een aantal jaren een ander onderzoek dat aan de oorlog gerelateerd was uitgevoerd. En daar stond met name het ophalen en inzetten van verhalen van nabestaanden over oorlogsslachtoffers heel centraal. We zijn benieuwd naar jouw inzichten dan. Oké, dankjewel. 5 minuten en daarna krijgen we in de chat vragen. Oké, Frank? Helemaal prima, ja. Nou, ik zal jullie in deze sessie verder nu meenemen langs 2 projecten waarin ik dus verbonden ben. En waar dus het ophalen en inzetten van verhalen een centrale rol spelen. Dat zijn de Eregalerij Brabantse Gesneuvelden en het meerjarig project dus naar de Jodenvervolging in Noord-Brabant tijdens de oorlog. Dat Eregalerij project is afgerond en dat Jodenvervolgingsonderzoek is sinds een paar maanden opgestart. Volgende dia. In september 2019 presenteerde het werkgever, het Brabants Historisch Informatiecentrum, het BHIC, een digitale eregalerij voor alle Brabantse gesneuvelden sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. In die eregalerij wilden we hen zoveel mogelijk met een verhaal en een gezicht herdenken. En de nadruk lag daarbij dus heel erg op het persoonlijke verhaal van deze slachtoffers. Hoe hebben zij de oorlog beleefd? Volgende dia. Nou, om aan foto's en aan gegevens te komen, hebben we een beroep gedaan op de nabestaanden. Eind 2017 werd een tijdelijke website gelanceerd door het BHIC, waarop deze groepen nabestaanden, ook andere geïnteresseerden, alle informatie konden achterlaten die zij beschikbaar wilden stellen. Dat is, hier ziet u een screenshot van die tijdelijke site. We hebben een hele brede oproep geplaatst. Eigenlijk kwam het erop neer, alles wat de familie met ons wilde delen voor de eregalerij was welkom om hun verhaal te vertellen.
En dat de informatie soms subjectief gekleurd kon zijn, dat was eigenlijk geen bezwaar, omdat het juist ons ging om die persoonlijke belevening. Volgende dia. Nou, om die doelgroep van ons, dus de nabestaanden te bereiken en naar die tijdelijke site te leiden, hebben we verschillende mediakanalen ingezet. Nieuwsberichten op de website van het BAIC, artikeltjes in kranten en tijdschriften van heemkundekringen en erfgoedinstellingen binnen de provincie, maar ook berichten op sociale media. En zelfs opnames hebben we gedaan voor lokale omroepen. Hier ziet u mij, een paar jaar geleden is dit. Dit is op het BAIC voor de opnames voor de lokale omroep van de gemeente Os. Nou, deze hele campagne, want zo mogen we het wel noemen, dat kan zeker een succes genoemd worden. Maar het leuke was dat de verschillende gebruikte media wel grote verschillen in effect lieten zien. Berichten op sociale media leverden bijvoorbeeld vooral heel veel steunbetuiging op, wat heel erg leuk was om te lezen. Kon je daaraan zien dat het project echt heel veel goodwill had bij de mensen. Maar de meeste inhoudelijke reacties die kwamen dus vooral van de mensen die de geschreven stukken hadden gelezen in de kranten en de tijdschriften. En je zag dat we die ook later binnenkregen. Eigenlijk zag je dus dat de mensen die artikeltjes bewaarden en dan ondertussen zelf onderzoek deden en dat vervolgens met ons deelden. Het leverde dan een compleet verhaal aan, vaak met nog extra aanvullend bronmateriaal. Hier zie je een greep van tijdschriftjes, periodieken en herdenkingsboeken van Nederlandse militairen die in Indië hebben gediend. En dit staat dus ook al in heel groot contrast met wat er dus gebeurde radio en televisie. Daar kwamen dus heel weinig reacties op. Maar dat was op zich wel te verklaren. Ik was dat voortgekomen uit het feit dat de radio- en televisieomroepjes vaak wat korter waren, eenmalig. En ze kregen ook zijn tijd in een periode dat eigenlijk de mensen al redelijk overvoerd werden met nieuws over de oorlog. Dus rond 4 of 5 mei en specifiek voor Noord-Brabant in de maand september. Dan was het voor ons eigenlijk, volgende dia. Voor ons was het eigenlijk dus de uitdaging om in heel die campagne een beetje onderscheidend te blijven voor publieksbereik. Dat hebben we eigenlijk deels opgelost door een hele herkenbare huisstijl te hanteren in onze berichtgeving, artikeltjes die we uitzetten en dat consequent aanhouden. En die hadden allemaal dezelfde vormgeving van de uiteindelijke eregalerij, waarvan u hier dus het beginscherm, de banner, ziet. Nabestaanden konden tot de zomer van 2019 op de eerdere tijdelijke site reageren. En in september 2019 is deze hele site, de tijdelijke site, vervangen met deze. De volgende dia. Nou, hier ziet u een kleine greep uit de opgehaalde foto's op de eregalerij en een beetje wat voor effect dat heeft. Op dat moment gaat het namelijk heel erg leven, was de reactie die wij erop kregen. Je kunt inderdaad een verhaal vertellen, maar vooral als je ook een gezicht erbij kunt plaatsen, dan komt het in één keer, ja, de boodschap van het lijden dat ze hebben ondervonden, wat ze hebben meegemaakt, daar komt dan veel, veel duidelijker aan. Dat was dus ook waar de toegevoegde waarde van die eregalerij in zat. De inleving, het persoonlijke verhaal, dat brengt de oorlog dichter bij lezers en toeschouwers van nu die, ja, hopelijk geen oorlog hebben meegemaakt. Op de tweede plaats, dus naast die inleving, zou je kunnen zeggen dat dit ook veel inzicht geeft. Als je de details volgt van die persoonlijke verhalen van de slachtoffers, ja, krijg je ook een veel genuanceerder beeld van oorlog en de conflicten die er zijn. Dus ja, die klassieke voorstelling van oorlog als recht en onrecht, of daders en slachtoffers, dat wordt wel, daar wordt op deze manier wel een hele belangrijke kanttekening bij geplaatst. En op de derde plaats heb je dan community building. Ver verwijderde familieleden zagen wij, die vonden elkaar bijvoorbeeld weer terug, omdat ze een gedeeld oorlogsslachtoffer in de familie hadden. En de opgehaalde verhalen bevatten vaak informatie waar familie vaak heel lang naar op zoek was. Dus dat was heel mooi om te zien. Dat was eigenlijk iets wat we ook niet hadden voorspeld, dat zo'n vlucht nam. Dat we op de site dus eigenlijk al heel gauw een hele levendige gemeenschap van nabestaanden onderling hadden gecreëerd. Volgende dia. Nou, tot zover de eregalerij. Sinds 1 juni ben ik onder begeleiding van professor Dr. Arnold-Jan Bijsterveld van de Universiteit van Tilburg. Ik begon aan mijn promotieonderzoek naar de Jodenvervolging in Noord-Brabant. Dat ligt dus
ja, voor een deel, als het over oorlog gaat, toch in het verlengde van de eregalerij. Toch een andere insteek. De opdrachtgever hiertoe is Stichting Erfgoed Brabant, bij wie ik hiervoor in dienst ben genomen. En financieel wordt het onderzoek mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. Volgende dia. Nou, het onderzoek zal het eerste provinciebrede wetenschappelijke studie worden naar de jodenvervolging in Noord-Brabant. En dan vooral naar het effect van sociale integratie op hun overlevingskansen. En om hierover de benodigde informatie te kunnen vinden, zullen we ook net zoals bij de eregalerij gebruik maken van wat nabestaanden met ons willen delen. Dus de ervaringen van de eregalerij die zullen toch een eind leidend zijn bij het verzamelen van de content van dit onderzoek, om het zo maar te zeggen. Laatste dia. Maar we hebben nu wel te maken met een heel andere doelstelling voor het ophalen van verhalen en een andere doelgroep. De eregalerij was echt een monument met persoonlijke ruimte waar de slachtoffers met een verhaal en met een gezicht, een foto werden herinnerd. Maar dit wordt echt weer een onderzoek. Sociologische studie ook meer, waarin we Joden toch weer meer als groep in oogschouw nemen. Ander punt waar we tegenaan lopen is dat we ditmaal maar te maken hebben met een relatief kleine groep overlevenden die voor ons bereikbaar is, omdat ze de meeste overlevenden van de Holocaust wonen niet meer in Nederland, zijn naar Israël of naar de Verenigde Staten vertrokken. Dus eigenlijk is voor dit onderzoek nu voor ons eigenlijk de vraag hoe wij aansluiting kunnen vinden bij deze veel bredere, veel meer verspreide groep om informatie op te kunnen halen. En nou, ik heb hiermee een paar grote stappen jullie meegenomen over deze twee onderzoeken. Er valt natuurlijk eindeloos veel meer over te vertellen. Ik heb het nu bewust even gehouden op het ophalen en inzetten van verhalen. Welke technieken wij hebben gebruikt, wat de effecten daarvan waren. Dat was het, Erik. Hartstikke fijn. Dus zoals jullie in de provincie Brabant dat onderzoek doen, daarvan kunnen ook mensen die onderzoek doen in bijvoorbeeld Zuid-Holland lessen trekken. Kun je even heel kort samenvatten, 1, 2 of hooguit 3 van die lessen die iedere onderzoeker die aan zoiets begint in Zuid-Holland meteen profijt kan hebben? Nou, voor het uitzetten van een oproep kun je best zo breed mogelijk uitnodiging van maken. Leg het initiatief neer bij de mensen zelf, bij de nabestaanden zelf. Het wordt soms wat. Het gaat hier toch om hele gevoelige informatie. Je bent toch op zoek naar soms traumatische gebeurtenissen in de oorlog. Ja, Frank, over dit punt is meteen al een vraag in de chat. Ja. Iemand heeft een vraag over inderdaad hoe traumatisch is het en hoe gevoelig ligt het, maar specifiek. Ja, de vraag is, hebben jullie zowel verzetstrijders, geallieerden als foute Nederlanders, foute tussen aanhalingstekens, opgenomen? En ook burgerslachtoffers? Nee, in dit opzicht was de eregalerij nog wel een heel traditioneel monument voor de Brabantse gesneuvelden die echt voor het, zeg maar voor het vaderland gesneuveld zijn. Verzetstrijders ook. Dus daar zitten inderdaad geen collaborateurs of Nederlands en Duitse dienst bijvoorbeeld bij. Maar daar hebben we inderdaad wel veel vragen over gekregen. Dat was ook wel leuk om te zien dat daar dus wel dat deze eregalerij wel bijdroeg aan de belangstelling daarvoor. Ja, dat was ook een bewuste keuze. Ja. Ja, zeker. Ja. Voor de eregalerij hebben we ook samengewerkt met het monument in Waalre. Daar staat het provinciaal monument voor de Brabantse gesneuvelden. En die hebben ook al een database, een lijst met slachtoffers. En daar gaan wij uiteraard zo dicht mogelijk bij zitten. Dat we niet met een heel andere groep slachtoffers herdenken daar. Ja, hierop meteen de vervolgvraag. Nou, geen vraag, maar meer een soort tip. Als je een breed verspreide doelgroep wil bereiken, is internet je vriend. Zoek organisaties, bijvoorbeeld in Israël of in Amerika, om jullie oproep en de boodschap te verspreiden. Dus dat is de tip van een van de deelnemers. Dat is een tip vanuit de groep. Ja. Heb jij nog één bonus tip dan voor ons, voor die beginnend onderzoekers in Zuid-Holland? Ja, zet vooral in inderdaad op dat het gezicht. Maak er geen echte hele theoretische studie van voor zo'n eregalerij. Maar zet in op, we willen het persoonlijke verhaal vertellen. We willen de mensen echt weer
de mensen van macht niet zijn en niet per se de slachtoffers die ze zijn geworden. Voilà, en zo doe je onderzoek naar verhalen met die verhalen en degene die die verhalen dragen. Kortom, immaterieel erfgoed. Dankjewel, Frank van Doorn. Graag gedaan.